Topvakanties in Grauw viert het 50-jarig jubileum met haar nieuwe reisgids Vakanties 2012. Luieren, zonnen, dansen, zingen en zwemmen staat er op de omslag. En dat zijn de kernwoorden van de vakanties van TOF. Vakanties afgestemd op de mogelijkheden van mensen met een verstandelijke beperking. In 1958 begonnen met jongens- en meisjeskampen en vanaf 1962 vakanties georganiseerd door de stichting Het Gehandicapte Kind in Friesland, nu Topvakanties. De gelikte reisgids en het jubileum waren voor ons reden om eens te gaan praten met Jan Meijnert Bron van TOF. TOF is een vakantieorganisatie die vakanties organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking. Jaarlijks gaan er 850 mensen mee met ons. En we werken met vrijwilligers. Ik zei het al, we zijn een stichting. TOF is een stichting. Dat betekent dat wij onze vakanties proberen zo laag mogelijk aan te bieden voor onze gasten. En vandaar dat we werken met vrijwilligers. Wij gaan altijd van niet de beperking van de mogelijkheden uit, maar van de mogelijkheden van de gasten die ze hebben. Daar passen wij onze vakanties ook op aan. Wij hebben verschillende categorieën. Wij hebben bijvoorbeeld vakanties ook voor mensen die en lichamelijk en verstandelijk beperkt zijn. Zo hebben we ook hele leuke vakanties voor mensen die vrij zelfstandig zijn. Ook in hun dagelijks leven weinig begeleid worden. En dat kan bijvoorbeeld ook zijn naar het buitenland. Dus wij kijken juist naar de mogelijkheden van de vakantiegasten en daar passen wij onze vakanties op aan. Wie betaalt die vakanties? Nou, het is zo van de vakanties, daar zit een prijskaartje aan voor de vakantiegasten. Ik zei al, we zijn een stichting, dus we hebben geen winstbejegening. Wij proberen dan ook de vakanties zo goedkoop mogelijk aan te bieden. Waarom? Onze vakantiegasten zijn aangewezen vaak op persoonsgebonden budgets en een AWBZ-uitkering. Nou, u weet zelf dat dat in deze tijd alleen maar opgekort wordt. We zijn ontstaan uit al de verenigingen, dat willen we ook hoog houden. Dus wij willen proberen altijd die prijs zo laag mogelijk te houden. Dus de vakantiegast betaalt een betaalbare prijs in onze ogen.